De lente lijkt steeds eerder te beginnen door klimaatverandering. Planten en bomen staan al een maand eerder in bloei dan 50 jaar geleden. De temperatuur ligt gemiddeld hoger en hierdoor krijgen niet-inheemse insecten de kans om in Nederland te overleven. Dit zie je niet alleen terug in de natuur, maar ook in de landbouw. Bijvoorbeeld bij fruittelers. Ja, het klimaatverandering, de lentes worden warmer, eerder warm. Je ziet nu de knoppen al, de knopjes zie je al schuiven. Dus dat geeft wat meer risico op nachtvorsten, waar we meer nachtvorsten hebben, zeg maar. En we zien wel veranderingen in de insectenpopulaties. Nou, sommige insecten die konden hier helemaal niet voorkomen. Het was bijvoorbeeld te koud in de winter. Maar nu de winters gemiddeld genomen warmer worden, overleven die insecten de winters en kunnen ze hier in één keer hun leven voltooien. Ja, en wat voor veranderingen zien jullie dan bij de insecten? Dat ze eerder komen, dat de periodes langer worden. Dus sommige insecten hebben meerdere generaties. Dat is één punt. En het tweede punt is natuurlijk dat er nieuwe insecten zich intredes gedaan hebben. Die moeilijk te bestrijden zijn of te weren zijn. Niet-inheemse soorten komen via import terecht in Europa. Zo ook de Suzuki fruitvlieg. Deze vlieg is voor het eerst gezien in Zuid-Europa en is langzaam richting Noord-Europa getrokken. Tot op heden zien we dat er steeds meer exoten komen. Steeds meer exoten ook voet aan de grond krijgen in Nederland. Het lukt ze om hier te blijven. En daarmee zullen de problemen alleen maar groter worden, ben ik bang. Zo'n Aziatische fruitvlieg die echt 90% van de appeloogst in één keer kan decimeren. Dat is afgrijzelijk natuurlijk als jij een fruitteler bent. Ja, dat zijn de soorten, die moeten we gewoon echt, daar moeten we voor oppassen. En vervolgens heeft hij een legboor met een gekattelde tand, waardoor hij eigenlijk eieren kan leggen in gave vruchten. En een gewone fruitvlieg die legt alleen eitjes op kapotte vruchten. En kapotte vruchten zijn voor ons niet meer, hebben geen waarde. Maar dit heeft wel waarde en dit kan zich explosief vermeerderen naar meerdere eieren per vrucht. En die vruchten die zijn niet houdbaar en die zijn dus niet consumptiegeschikt. Ja, die kan echt wel plagen vormen en gewoon het fruit echt aantasten. En de hoeveelheid bijvoorbeeld appels of peren die vormen, ja, dat worden dan gewoon minder. En dat is heel vervelend voor de fruitboeren natuurlijk. Het bestrijden van deze soort is moeilijk, doordat er beperkingen zitten op chemische bestrijding. Een natuurlijke vijand is op dit moment ook niet de oplossing. De natuurlijke vijanden zijn er in Europa nog niet. Die mogen nog niet komen. Want we heeft dat weer van impact op de biodiversiteit, op andere insecten. Dat wordt onderzocht, zeg maar. Maar zover is het allemaal nog niet. Dus de natuur komt wel weer een keer in evenwicht. Alleen in die periode moeten we ons fruit nog telen. Dus dat is aanpassen en opletten. Als we toewerken naar gezonde ecosystemen, waar natuurlijke vijanden van deze plaagdieren weer een plek krijgen, dan zou het ook zomaar eens kunnen dat onze natuur het probleem eigenlijk zelf op gaat lossen. Maar dan moeten we de natuur wel de kans daartoe gaan geven.